vergelijkingen oplossen met logaritmes. Daar komt hij. Dat is theorie B op bladzijde 10. Ik ga niet de theorie volgen, maar ik doe wel de voorbeelden. Ja? Het eerste voorbeeld schrijf gelijk mee, want dan heb je het al in je schrift staan, dan weet je wat beter hoe het werkt. De eerste is 3 log x min 2 is gelijk aan 1 plus 4 maal 3 log 2. Ik moet natuurlijk op het eind overhouden x is, want ik moet hem oplossen. Ik zie hier een x en daar niet. Zoals we gewoon gewend zijn, doen we de x'en naar links, de getalletjes naar rechts. En dan gaan we kijken of dat we zowel links als rechts iets met een 3 log kunnen overhouden. Hier staat al een 3 log, kan ik niks mee doen, dus die schrijf ik over. Dan kom ik een 1 tegen. Hoe kan ik de 1 als een 3 log schrijven? 3 log, 3 tot de 1. 3 log 3 tot de macht 1. He, je macht is altijd je antwoord. En alles moest met een 3 log, dus ik krijg 3 log 3. Die 4 kom ik tegen, ook al is de plus tegen. Die 4 die mocht ik als macht schrijven. Oftewel, 3 log 2 tot de macht 4. Nou, ik heb in ieder geval overal iets met een 3 log staan. Dat is al prettig. Hier doe ik nog niks mee. We hebben gisteren geleerd dat als er een plusteken tussen stond, dan mochten we het met elkaar vermenigvuldigen. Dus ik krijg 3 log, 3 tot de macht 1 is 3, 2 tot de macht 4 is 16. Oftewel, mag ik gelijk 3 keer 16 uitrekenen of moet ik hem nee, dat mag gelijk. 3 keer 16 is 18, is 48. En nu mag hij dan. Kijk, en nu staat hier iets met een 3 log. Daar staat één dingetje met een 3 log. Deze twee zijn elkaar gelijk. Als dit aan elkaar gelijk is. Dus ik krijg x min 2 is 48. Die 2 gaat nog naar de andere kant. Dan wordt plus 2. Oftewel, x is 50. Je moet altijd je antwoord controleren, want achter een logteken mag geen negatief getal staan of 0. Gaan we kijken. Ja, 50 min 2 is 48, dus dat klopt. En hier heb ik geen x. Dus klaar. Het mag. Ons antwoord voldoet. Voldoet. Gaan we naar voorbeeld nummer 2. Die is geloof ik wat langer als ik het zo zie. 1 plus 2 maal 2 log x is gelijk aan 2 log 5x plus 3. Nou, ik zie wel aan beide kanten iets met een x. Dan kan ik natuurlijk weer alles met een x naar links halen. Zou eens kijken of dat ook lukt zonder dat ik alle x'en naar links haal. Gaan we kijken. Die 1, die moet ik ook schrijven als een 2 log. Wat wordt dat dan? 2 tot de macht 1. Oké, dat is die. Dan kom ik die 2 tegen. Die gaat maar naar boven. En dit laat ik staan. Is een beetje misvormd. Zo. Nu hoef je hem toch niet naar links te passen. Je kan het ook naar beneden dus zetten. Dat je dan de 2 in links plaatsen. Ja, hartstikke goed. Hier staat een plus tussen. Dus wat mag ik met die twee getallen doen? Vermenigvuldigen. 2 log 2x kwadraat is gelijk aan 5x. Ik vergeet heel veel log, hè? 5x plus 3. Staat nu zowel links als rechts iets met een 2 log? Ja, hè? Nee, niks wegstrepen. Dit is aan elkaar gelijk.
die twee aan elkaar gelijk zijn. Dus 2x kwadraat is 5x plus 3. En dat kan ik oplossen. En dan kan ik heel snel rekenen. Maar dat wordt een ABC-formule. Maar mevrouw, als je die 2 toch 5 gezien naar de andere kant zet, komen we op iets anders uit. Nee, toch zeker. Ga dan kijken. Ik denk, laten we even op de andere manier zien. Hopelijk dat hij niet te ver. Ja, net één dingetje te ver. Ik doe hem even op een andere manier. Kan ook. 1 plus 2 maal 2 log x. Is 2 log 5x plus 3. Wat wil je doen, Pieter? Die naar die kant? Ja, die 5x plus 10 naar de andere kant. Oké. Okay. Dames en heren, we gaan deze naar die kant brengen. Het losse getalletje. Het losse getalletje naar de andere kant. Even niet er doorheen graag. Ja, dus x'en naar links, getallen naar rechts. Dan hou ik over. Die 2 gaat ook gelijk daar naar boven. 2 log x kwadraat. Die gaat daarheen. Dat wordt min 2 log 5x plus 3. Is gelijk aan min 1. Mee eens allemaal? Ja? Er staat een min tussen. Dus dat betekent delen door. 2 log x kwadraat gedeeld door 5x plus 3 is gelijk aan die min 1 als een 2 log schrijven. 2 log min 0. 2 log 2 tot de macht min 1. En dat is uiteraard een half. Nu staan ze weer zowel links als rechts als een 2 log. Dus ik krijg x kwadraat gedeeld door 5x plus 3 is een half. Dit lossen we op door kruislings te vermenigvuldigen. 2 keer die. En 1 maal die. En kijk eens wat er staat. Hey, hetzelfde. Ja? Dus wat je wil. Ik vind methode 1 zelf prettiger. Maar goed, dat is voor ieder verschillend. Julian, had je een vraag? Nee, van vroeger. Oh, en wat is het antwoord? X min 3 keer. Laat ze haakjes allemaal. Ik heb het gefactoriseerd. Ja? X is 3 of x is min 1,5. Oké. Dus toch met een breuk erin. Ja? Dankjewel. We hebben 2 nieuwe rekenregels. Nee, 3 hè, had ik gezegd. Maar 2 lijkt heel erg op elkaar. Schrijf ze in je schrift. Doe er weer even een kadertje omheen. Niet vergeten deze. Kijk mee. De eerste is g log a is p log a gedeeld door p log b. Dit moet je bekend voorkomen. Want wij kennen hem allemaal zoals deze. G log a is dezelfde, is log a. Gedeeld door log b. Die heb je vorig jaar al gehad. Want zo moest je hem in je rekenmachine invoeren. Weet je dat nog? Of hebben jullie allemaal van die nieuwe rekenmachines die al lekkere die log bovenin het getalletje geeft? Nee, dat kan niet, geloof ik. Nou, bij sommigen wel, geloof ik. Wat is de Kevin? Bij ons dat klopt ook niet. Dan moet je toch even de log g. Ja. Oh ja. Was te snel. Dankjewel. G. Zo heb je hem ingevoerd op je rekenmachine vorig jaar. Heb je al zo'n nieuwere, dan krijg je bij I1 wel dat je hier zo'n vierkantje hebt. Dat je dat zo in kan voeren. Wat is de opbouw? Waarom is dat ook weer? Met B. Daar komt die B in. Daar moet daar ook die B, ja. Oh, dat komt omdat we het altijd met een B doen. Nee, niet kwalijk. Oh, dat is ook een G. Maar dat is toch 2 keer hetzelfde? Oh, wat goed. Hartstikke goed. Het maakt niet uit wat voor grondtal je hier kiest namelijk. Daar gaat het om. Kijk, hier hebben ze grondtal 10 genomen. Ja?
Dus eigenlijk is die naam sneller. Dankjewel, Otto. Zolang de grond al zeg maar van de onderdeelsvrijheid is. En de laatste van de rekenregels. Die hebben we in de volgende opgave nodig. Dat is 1 gedeeld door G. Log. A. Je moet hem goed overschrijven dit. Is min G. Log A. Deze kom je straks tegen in de opgave. Bijvoorbeeld een half. Ja, als dit een half is, dan wordt dat min en daar een 2. Ja, dus deze kom je zo meteen ergens tegen. En die doen we gelijk als voorbeeld. Maar is het min G om A of is het min G? Nee, min staat er los voor. De min staat er los voor. Los voor, ja. Dus dat hele G op A met een min ervoor. Nou, hij blijft gelukkig in beeld. Daar komt hij. 2 maal 2 log x plus een half log x plus 6 is 0. Nou, je ziet het hier al. Ik heb hier een 2 en daar een half. Ja? Ik ga weer net als net beginnen. Die 2 gaat daarvoor als een macht. Of gaat naar boven als een macht. En deze ga ik als een 2 maken. Dat kan wel, maar wat moet ik er dan voor zetten? Een min. Ik doe expres dus plus min, hè? Zie je die? Dat is die we gebruikt hebben. Dus de half wordt een 2 en er komt een min voor. Ja, er staat natuurlijk een min tussen. Ga ik delen door? Of doe ik deze naar de andere kant? Wat willen jullie? Denk door? Ja, andere kant. Andere kant? Ik vind het best hoor. X kwadraat is gelijk aan 2 log x plus 6. En volgens mij is die nu weer makkelijk op te lossen. X kwadraat is x plus 6, oftewel x kwadraat min x min 6 is 0. En dan denk ik dat het min 3 en 2 is tussen de haakjes. Zien jullie het om aan te kijken? Als je dus 2 op min 3 niet kan. Ja, maar je moet zeg maar, x min 3 is 0 en daarna wordt x 3. Ja, ja. Ja, oké, okay, dus dan is het 3. Ja, ik ben nog niet klaar. X min 3 is 0. Of x plus 2 is 0. X is 3. X is min 2. Even controleren. Positief, ook positief. Dus ze voldoen allebei. Ja, maar dan moet je rekening dus houden met dat die keer 2 ervoor staat, zeg maar. Oké. Maar als je... Ja, in principe staat er dan wel een negatieve kant tussen haakjes, maar omdat die van keer 2 ervoor staat, dat het negatief tot de macht 2, en dat was weer positief. Ja, oké. Ja. Hey. Ja, dat is wel een goede. Hier, want daar zit helemaal toch wel een x. Ik had niet de x geregeld. Nee, maar er staat er wel nog die keer 2 voor. Ja, maar 2 nog min 2. Nou, je kan het twee keer iets doen, die kan. Nee, dames en heren, kijk eens even mee. Ik had hem in de verkeerde regel ingevuld. Ik had hem hier ingevuld. Min 2, de draad is inderdaad 4. Maar dit was niet de officiële regel. Dat telt dan niet, dat hij nee, in de dat eerste... vroeg ik. Ja, maar ik dacht dat ik bij de officiële regel staat. Oh. Maar het zit niet in de... Dit is de officiële regel. Ja. Kijk eens even. Dus... Die mag niet.
Dankjewel, dan toch die vraag. Ja, dat hè? Ja. Voldoet niet in N2. In de officiële beginregel altijd. Ja. Nou, wat hebben zij een boek eigenlijk? Of voldoet niet, hoop ik. Ja, voldoet niet. Oké. Okay. Of ik iets omhoog wil gaan. Zo? Nog verder? Okay. Zijn er hier vragen over? Nee? Oké. Okay. Dan ben ik klaar. Gaan we dan natuurlijk?